Welkom allemaal. Hallo, ik ben Benedicta, docent Algemeen Rechtswetenschappen aan de Universiteit van Aruba. In deze korte video maak jullie kennis met de rechtenfaculteit. Maar allereerst wil ik het FDR-team aan jullie voorstellen, die vandaag het een en ander gaan vertellen over de opleiding, de activiteiten van de rechtsfaculteit en hoe het is om te studeren aan de rechtsfaculteit. Vandaag zitten bij mij de decaan, Ruud Bonnevale, en twee enthousiaste studenten van de rechtsfaculteit, Chiara Arendt en John Lopez. Ruud en John, kunnen jullie jullie zelf even voorstellen? Ja, bon dia, Benedicta. Dank je voor de introductie. Mijn naam is Ruud Bonnevale Kok, decaan aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en wetenschappelijk hoofdmedewerker straf- en strafprocesrecht. John? Bon dia. Mijn naam is John Lopez. Ik ben een tweedejaars bachelor rechtenstudent. En ja, tot nu toe vind ik deze opleiding toch best leuk. Dankjewel, John. Nou, Chiara Arendt zit er vanmorgen niet bij, omdat zij is een student derdejaars bachelor. En vanochtend zit zij dus bij haar stage bij Kloeskok Advocaten. Maar aan het eind van deze video hebben we een leuke Q&A opgenomen met de studenten die het een en ander vertellen over hun eigen ervaringen aan de rechtenfaculteit. Dus blijf vooral bij deze video. Bekijk het helemaal tot eind als je meer wil weten van hoe het is om te studeren aan deze faculteit. Maar eerst gaan we beginnen met een korte presentatie van onze decaan over de opleidingen en activiteiten. Rut, kun jij dit overnemen? Ja, dankjewel. Dit is een korte presentatie over het studeren aan de faculteit der rechtsgeleerdheid, Faculty of Law, Universiteit van Aruba. Hier ziet u de twee sprekers die u al gehoord heeft vanochtend. Links, dat ben ik zelf, de decaan nogmaals. En rechts ziet u Benedicta Deogratius die deze video presenteert. Zij is wetenschappelijk medewerker algemene rechtsleer sinds 2019. Een van onze zes vaste stafleden, 8 inmiddels van de faculteit. De studenten hebben zich al eventjes voorgesteld, maar hier met een foto erbij. Nou, dan gaan we naar onze opleiding. Er bestaat uit twee opleidingen, de Bachelor of Laws en daarna de Master of Laws. Beide opleidingen zijn zowel in voltijd als in deeltijd mogelijk. U ziet staan, voltijd 3 jaar en daar mag u maximaal 5 jaar over doen. En de deeltijd bacheloropleiding duurt in beginsel 5 jaar en daar mag u maximaal 7 jaar over doen. Nou, na de Bachelor of Laws, dan gaat u verder aan de Master of Laws, masteropleiding. Die opleiding duurt minimaal 1 jaar en daar kunt u maximaal 2 jaren over doen in voltijd. En voor de deeltijd geldt dat u daar 2 jaren over mag doen, maar maximaal 3. Dus zo is er een aangepast programma voor voltijd en deeltijd, maar de studenten volgen dezelfde vakken en zitten ook bij elkaar in het college. Dus heel veel overeenkomsten zijn er, alleen wordt er wat meer tijd gegeven voor de deeltijdstudenten om het mogelijk te maken om te studeren in deeltijd in combinatie met bijvoorbeeld een vaste baan en de zorg voor het gezin. Hoe ziet dan die bachelor- en die masteropleiding eruit? Nou, eerst de bacheloropleiding. Dan ziet u staan aan de linkerkant jaar 1, jaar 2 en jaar 3. Dat zijn de 3 jaren waarin u aan uw opleiding werkt. En die is onderverdeeld in semester 1, dat is 1.1, 1.2 en 1.3. En semester 2, 2.1, 2.2, 2.3. Nou, dat noemen wij 1.1, dat noemen wij een blok. En ieder blok bestaat uit 7 weken. Je krijgt 7 weken onderwijs. En in die 7e week wordt het onderwijs afgesloten met een tentamen. De opleiding kent 3 hoofdrichtingen. En dat is strafrecht, staats- en bestuursrecht en privaatrecht. En in ieder jaar gaat u onderdelen van die 3 hoofdrichtingen volgen. In het eerste jaar is het een inleidend onderwerp, hè, dan ziet u staan, inleiding privaatrecht, inleiding strafrecht. En in het tweede jaar komt er een verdieping van die 3 hoofdvakken. Dan is het wat uitgebreider.
En vervolgens gaat er in het derde jaar nog meer verdieping plaatsvinden en ook een specialisatie. En dat wil zeggen dat u onderdelen binnen die drie hoofdvakken gaat leren. Allerlei verschillende vakken, waarvoor wij vaste docenten hebben, maar ook gastdocenten uit zowel Aruba als uit Nederland. En aan het einde van deze opleiding behaalt u dus de titel Bachelor of Laws. Zometeen gaat collega Benedicta iets vertellen over de juridische vaardigheden en de studentenrechtbank. En dat ziet u door het hele programma heen lopen. Ik kijk nog even voor u naar de deeltijdopleiding. Het zijn dezelfde vakken, maar in plaats van 3 jaren ziet u daar links 5 jaren staan. Ook weer de blokken waar ik het zojuist over had, 1.1, 1.2. Maar dan ziet u dat er ook wat gaten in de blokken zijn. En dan betekent het dat u eventjes niet hoeft te studeren. Er wordt wat tijd gereserveerd vanwege de deeltijdmogelijkheid. Maar verder komen dezelfde vakken aan bod, maar gedurende een langere periode. Benedicta, misschien kan jij nog even iets vertellen over de inleidende juridische vaardigheden van de studentenrechtbank. Ja, dankjewel Rut. Als jurist is het dus niet voldoende dat je alleen maar inhoudelijke kennis hebt. Maar je moet ook weten hoe je het recht kan gebruiken in je werkzaamheden en in je toekomstige carrière. Dus bijvoorbeeld, hoe stel je een verslag op? Hoe schrijf je een pleitnota en hoe hou je een pleidooi? Naast de inhoudelijke kennis heb je dus elementaire vaardigheden nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Zoals Ruud zei, heb je naast de inhoudelijke vakken ook de vaardighedenvakken. En deze lopen altijd parallel aan elkaar door in vooral het eerste en derde jaar. En het curriculum is nu zo opgezet dat je deze vaardigheden stapsgewijs zal ontwikkelen. Met zoveel mogelijk mogelijkheden om te blijven oefenen met deze vaardigheden en deze aan te scherpen. Zo begin je in het eerste jaar bijvoorbeeld met het analyseren van een rechtsregel en het schrijven van een kort betoog. En tegen het derde jaar, tegen het eind van het derde jaar, kan je zelfstandig casuïstieken oplossen. Weet je hoe je een juridisch onderzoek zelfstandig moet uitvoeren en kan je een pleitnota en een pleidooi houden. Dus ja, dat zijn een beetje de algemene rechtswetenschappen en inleidende vakken. En nu over naar de mastervakken. Rut? Ja, dank je. Nou, die masteropleiding, die bestaat in 3 profielen. De eerste is Legal Practice. De tweede is International Law, Regulation and Governance. En de vierde is onze Tax Law Profile. 3 specialisaties waar u kunt kiezen. En indien u de vakken volgt van die specialisatie, krijgt u een aantekening op de masteropleiding dat u bijvoorbeeld een tax law opleiding binnen de master hebt gedaan. U kunt er ook voor kiezen om het samen te stellen en dus uit alle 3 de profiles een vak te kiezen. En dan krijgt u de aantekening niet, maar wel gewoon de meesteropleiding. Dus wat dat betreft heeft het niet zo heel veel verschil. Nou, hoe ziet dan die eerste track eruit? De legal practice. Focust op vakken waarmee u in de rechtspraktijk zou werken. Dus dat wil zeggen als advocaat of als rechter of officier. Allerlei vakken die procesrechtelijk zijn, kun je wel zeggen. Die hebben veel te maken met het procederen voor hier het gerecht in eerste aanleg. En daarbij zijn dan weer de 3 hoofdvakken, strafrecht, civielrecht en staats- en bestuursrecht. Die zijn dan weer leidend in de samenstelling van dit programma. Het zijn 8 vakken van ieder 6 ECT's. En het onderwijs wordt meestal, net als in de bachelor, gegeven tussen 2 en 6 uur 's middags. Zowel live als online, afhankelijk van de omstandigheden die te maken hebben met corona. Het Master Track 1 kan zowel in de deeltijd als in de voltijd worden gehouden. En dat komt in principe op hetzelfde neer. Maar nogmaals, er is wat meer ruimte tijdens een deeltijd. Er ligt wat minder tijdsdruk op. Nou, nadat u die 6 vakken hebt gevolgd, wordt dan de masteropleiding afgerond met de thesis. Een scriptie van 12 studiepunten. Naar Master Track
toe. En dat is die International Law Regulation and Governance. U hoort het al, dat is een vrij Engelstalige opleiding. De vakken zijn, die hier genoemd zijn, zijn in het Engels. Het zijn 8 vakken die u nodig heeft voor die master. Ook hier is het onderwijs te doen op dezelfde tijden. En de focus ja, is wel gespecialiseerd, ook weer in het staatsrecht, maar ook human rights bijvoorbeeld. Intellectual property law, dat is weer binnen het privaatrecht een specialisatie. International criminal law, dat is ook Engelstalig en ja, valt weer binnen het strafrecht. Ja, ook deze wordt natuurlijk dan afgerond met de thesis. Nou, track 3 is pas in 2020 geïntroduceerd en dat is de Tax Law Master. Het zijn 6 vakken, dat betekent dat je nog 2 vakken uit de andere tracks erbij kan volgen. 6 ECT's en de docenten zijn ook voor een groot deel afkomstig van Arubaanse fiscaal advieskantoren die hier dus vanuit de praktijk je opleiden tot meester Arubaans recht met een focus op belastingrecht. En worden daarbij ook ja, bijgestaan door de professoren vanuit Nederland. En op die manier heeft master belastingrecht ja, zijn specialistische vorm gekregen. En ook hiervoor geldt dat er dan een thesis moet worden geschreven met een fiscaalrechtelijk karakter om dan die aantekening tax law te verkrijgen. Ik keer even naar het onderwijs. Ik zei het zojuist al even, online en live. En de colleges van 2 tot 5. 2 tot 6 eigenlijk. En dat geldt dan zowel voor de deeltijd als de voltijdstudenten. U ziet daar een plaatje. Een hele volle collegezaal daarbovenin. Zo begon ik zelf ook ooit 20 jaar geleden in Leiden. 1000 eerstejaars studentenrechten. En een professor ervoor. En dan schrijft u alles op. En daaronder een klein groepje. In een kring, met de docent in het midden en die geeft dan het onderwijs. Dat is wat wij noemen student-centered learning. Ik zal onze studenten vragen of zij dit ook zo herkennen. John, student-centered learning, wat zou je daarover kunnen vertellen? Ja, eigenlijk bij student-centered learning is het eigenlijk het focus meer op, ja, het is, colleges zijn eigenlijk geen gewoon uiteenzettingen die de docent geeft. Maar ja, in de, tijdens de les enkel verwachten de docenten dat de studenten actief deelnemen. Bijvoorbeeld ja, vragen stellen over de stof of bijvoorbeeld ja, gaan ze discussies voeren over de opdrachten die je moest maken van tevoren. Bijvoorbeeld. Dus het is veel meer zelfstandig, veel meer actief. Ja, nou dank je. Dat is inderdaad wat hier staat. Kleinschalig, interactief en zelfstudie. Nou, nog een mooie bijkomstigheid van studeren aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba is dat je een stage kan lopen. Een stage voor 2 maanden, voltijd of deeltijd, afhankelijk van je beschikbaarheid, waarvoor je dan credits krijgt. 6 of 12 credits. En zo'n stage, dat kan bij het Openbaar Ministerie, de advocatuur of bij de overheid. Ja, allerlei mogelijkheden. Stage kan niet alleen in Aruba. Ik heb ook wel eens meegemaakt stages zijn gelopen in bijvoorbeeld Sint Maarten, Curaçao, Nederland. Je wordt daarbij begeleid door de Universiteit van Aruba. Je moet zelf op zoek gaan naar een stageplek. En dan proberen we samen voor jou de best mogelijke optie te vinden, zodat jij je credits kan behalen en alvast ervaring opdoet in een rechtsgebied of in een ja, omgeving waar je later misschien wel zal gaan werken. Studente Kiara Arendt zal tijdens de Q&A nog iets vertellen over de stages. Nou, een andere mogelijkheid is studeren in het buitenland. U vindt hierover ook filmpjes op onze website. Die tellen dus mee als onderdeel van je opleiding. Dat betekent dat jij een half jaar credits in het buitenland behaalt. Met de mogelijkheid van een beurs, het zogenaamde Erasmus Plus programma. En we hebben samenwerkingsprogramma's met België, Spanje en Slovenië. En op die manier kan je dus unieke ervaring opdoen van je studietijd in het buitenland. Nou, dat kunt u nog zien op de website van ons.
Dan, hoe kan u nou worden toegelaten tot de rechteropleiding? Nou, dan ziet u staan links de toelatingsvereisten voor de bachelor en rechts voor de master. Voor de bacheloropleiding is een VWO uiteraard voldoende. Indien u dat niet heeft, een HAVO plus bijvoorbeeld het Academic Foundation hier of een andere poppenduizen van een HBO-instelling of in Nederland of in Aruba. En het zogenaamde colloquium doctum. En dat staat open voor studenten vanaf 21 jaar oud. Staat 23, moet zijn 21. Met een colloquium doctum examen krijgt u ook toegang tot de bacheloropleiding. Een buitenlandse equivalent, een Amerikaanse of een Latijns-Amerikaanse, is ook een mogelijkheid, maar dat zal dan even moeten worden getoetst. Nou, voor de masteropleiding, daarvoor kunt u worden toegelaten in ieder geval indien u een bacheloropleiding aan de UA heeft gedaan of de bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit. Indien u een andere voltooide bacheloropleiding heeft gedaan, wordt er een individuele toets gedaan om te kijken of inderdaad u over de juiste vaardigheden beschikt om zo'n juridische opleiding te kunnen volgen. En dan wordt u dus een zogenaamde zij-instromer. Denk aan een aantal fiscalisten werkzaam binnen de fiscaal adviespraktijk of binnen de Belastingdienst die nu voor zo'n tax law kiezen. Maar ik ken ook al wat Nederlandse studenten die met een HBO al enige tijd in Aruba wonen. En na bijvoorbeeld een carrière binnen de politie nu een Bachelor of Laws aan de Universiteit van Aruba hebben behaald. Nou, en dan als u klaar bent met die masteropleiding, wat gaat u dan doen? Nou, ten eerste de zogenaamde TOGA-beroepen. Dat wil zeggen, u wordt advocaat, rechter of officier van justitie. In Aruba. Beleidsbepalers, een beleidsmedewerker of binnen de overheidsdirecties in Aruba bijvoorbeeld, of binnen de regio, in koninkrijksverband, of op internationaal niveau, denk aan de Europese Unie of de United Nations. Publiek en privaat, dus zowel in die overheidssectoren, maar ook bijvoorbeeld bedrijfsjurist bij de airport of bij een grote distributeur of andere private sectoren. Waar juridische kennis natuurlijk onmisbaar is en op die manier altijd wel ergens als legal counsel, legal advisor, wat dan ook aan de slag kan. En de laatste mogelijkheid is een academische carrière waarin u na het behalen van uw meester in de rechten diploma verder gaat met het schrijven van een proefschrift om dokter te worden. U ziet hier onderaan nog staan civiel effect. Nou, dat zegt u nu nog niet zoveel, maar daarmee wordt bedoeld of u met uw diploma ook daadwerkelijk één van die toga-beroepen kan uitoefenen. Nou, momenteel is het zo dat u meester Arubaans recht wordt, waarmee u die toga-beroepen in Aruba zonder meer kunt uitoefenen. Maar buiten de Cariben, bijvoorbeeld in Nederland, dat is nog niet helemaal het geval op dit moment. De universiteit is er met zijn partners in Nederland hard mee bezig om mogelijk te maken dat u met uw Arubaanse opleiding ook civiel effect in Nederland zal krijgen, maar op dit moment nog niet. En dat betekent dat u een aantal vakken in Nederland zult moeten volgen om ook daadwerkelijk advocaat of rechter in Nederland te kunnen worden. Nou, als u daar nog vragen over heeft, dan kunt u mij daar later nog een keer over mailen. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze PowerPoint-presentatie. Dank u wel voor uw aandacht. En ook aan Ruud en John, bedankt voor de leuke presentatie. We hopen kennis met u te mogen maken op een van onze open dagen en uiteindelijk ook te mogen verwelkomen aan onze faculteit. Ter afsluiting en zoals beloofd helemaal aan het begin van deze video, volgt nu een korte opname van een Q&A met onze studenten John Lopez en Chiara Arends. Blijf dus kijken tot helemaal het eind van deze video om meer informatie te krijgen over hoe het is om te studeren aan de rechtenfaculteit en bijvoorbeeld hoe je moet inschrijven. Het is even belangrijk. Bedankt en tot gauw, hopelijk. Ajo. Dag. Aan jou het woord. Dankjewel. We gaan nu over naar een Q&A met de studenten. Vooral met een paar vragen waarvan wij denken dat jullie dezelfde vragen zouden kunnen hebben.
Mochten jullie andere vragen hebben, dan zijn jullie natuurlijk altijd van harte welkom om deze te stellen op onze virtuele open dag en op onze open dag on site. Aan John eerst. Waarom heb jij gekozen voor de studie rechten en waarom de Universiteit van Aruba, niet een andere universiteit in de Caribische eilanden of zelfs Nederland? Nou, eerlijk gezegd was ik altijd onzeker over welke opleidingen ik wilde doen na collegio. En ik koos eigenlijk voor rechten, omdat het juist een van de opleidingen van de UA was. En de UA was financieel gezien een heel goede optie voor mij. Want ik wilde natuurlijk geen hoge schuld hebben voor een opleiding die ik misschien niet leuk vond. Ja, en het is lekker dicht bij huis dan. Ja. Op een heel andere land. In een heel andere land gaan wonen. Jij, Chiara? Ik heb voor de voor rechten gekozen omdat het een hele brede studie is. Je kunt er veel mee. Ik wist nog niet wat ik per se wilde worden toen ik... Dus wanneer ik later... wat voor werk ik later wilde doen. Dus vandaar dat ik had gekozen voor rechten, omdat het een hele brede studie is. En het is heel interessant. Je hebt er dagelijks mee te maken. Dus dat. Oké. En... Want je zit nu in je derde jaar. Maar heb je dan nu een betere idee van wat je wilt worden na je studie? Ja, ik heb, zoals ik net had verteld, ben momenteel stage aan het lopen. En nu dat ik stage loop, weet ik wel dat advocatuur waarschijnlijk iets is waarmee ik in de toekomst meer wil doen. Oké, dus het is via je stage dat je eigenlijk een beter beeld hebt gekregen van... Ja. Wil doen. Ja. En jij, John, heb je al een idee van wat je wilt doen na je studie? Ik denk wel dat ik misschien officier van justitie wil worden, maar ik ben niet 100% zeker. Oké, waarom niet? Oh, ja. Vroeg, denk ik. Ja, vroeg. Oké, misschien dan een idee om ook een stage te gaan lopen en dan kijken of het wel of niet bevalt. Ga je dat wel doen, denk je? Ja, ik denk wel, volgend jaar. Okay. Ja, en vertel een beetje over jullie studie. Wat hadden jullie verwacht aanvankelijk toen jullie begonnen? En zijn jullie verwachtingen, zijn ze ook, de studie, voldoet het aan jullie verwachtingen? Of zijn er weer iets, bepaalde dingen zijn jullie tegengekomen die eigenlijk buiten jullie verwachtingen vielen? Eigenlijk van de VO kreeg ik veel verwachtingen over dat de studie heel zwaar zou zijn. Dat universitaire opleidingen heel zwaar zijn. En in een zekere zin hebben ze wel gelijk dat voor elke bijeenkomst bereid ik wel veel meer voor dan bijvoorbeeld voor mijn lessen op de VO. Maar de tentamens, het voorbereiden voor de tentamens valt toch mee, denk ik. Ja. Ik denk dat één misconceptie is dat rechten misschien heel saai is, omdat het heel veel leeswerk is, maar dat is iedere studie op een universitair niveau. En bovendien is ook een misconceptie dat je heel veel theorie moet leren of dat je de wetboeken uit je hoofd moet weten. We krijgen voornamelijk te maken met praktijk. Dus praktijk, oplossingen vinden binnen het rechtsgebied. Dus het is meer praktisch. Dus de casus en dat soort dingen zijn meer praktisch dan theorie. De theorie gebruik je als... als backup. Dus eigenlijk wat de wetten zijn, is gewoon die helpen jou wel, maar het is niet dat je alle wetten uit je hoofd moet nemen. Ja, en dat is maar gelukkig ook, want er zijn heel veel wetten die anders uit je hoofd zou moeten stappen. Maar John, jij zei dat je heel veel moet doen nu dan je deed op je vorige opleiding, maar dat je voor tentamen minder hoeft te doen. Leg dat eens uit. Dus eigenlijk wat ik bedoel is dat totaal mijn tijd voor het voorbereiden voor een tentamen toch, ik denk
evenveel is als bijvoorbeeld voorbereiden voor een essayweek. Maar doordat per bijeenkomst ja, toch veel voorgeschreven literatuur en jurisprudentie is, dat ik toch veel bezig ben met eigenlijk ja, huiswerk en voorbereiden ja, voor lezen eigenlijk, voor de bijeenkomsten. Maar toch ja, een beetje minder tijd zelf studeert voor de namen. Want als je goed voorbereidt voor de bijeenkomsten, denk ik wel dat je minder hoeft te studeren voor de tentamen. Ja, goed voorbereiding is alles. En al met al, hoeveel tijd ben je dan ongeveer kwijt met het voorbereiden voor de verschillende tutorials die je hebt? Ja, dat hangt ook af welke blok ik... ik in ben en welke vakken ik heb, ja. Ja als het over één vak gaat, van 6 credits bijvoorbeeld, dan ja, moet ik misschien 5 à 10 uur misschien per week besteden. Maar als het gaat om meerdere vakken, of misschien één grote vak van 11 of 12 credits, dan ja, gaat het toch veel meer worden. Oké. En... ja, of wat is het maximum aantal uren dat jij zo besteedt ongeveer aan een grote vak? Aan een grote vak? Ja. Ja, ik denk misschien ja, 15 uur per week als het echt een zware week is. Oké. Maar is het minder. Ja. En jij, Chiara? Dat wordt volgens mij met de tijd wel meer. Ja. Als je de colleges neemt en het leeswerk en het leren, dan denk ik ongeveer dat je komt tot misschien 20 à 25 uur per week. Ik maak altijd tijd voor 1 tot 3 uur per dag. Dat ik hetzij jurisprudentie bestudeer of bezig ben met literatuur of praktijk. Dus gewoon video's kijken. De recordings van de lessen. Het neemt wel wat tijd. Oké. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk nog de tutorials daarnaast, de colleges. Ja. Ja. Dan de laatste vraag aan Chiara. Hoe heb je je eigenlijk ingeschreven? Kun je ons door het proces heen lopen? Ja, ik heb een e-mail gestuurd naar de universiteit met mijn... met mijn diploma van mijn VWO-diploma en mijn diploma van de AFI. Ik heb dus het was een motivational letter in het Nederlands natuurlijk. En ik heb uitgelegd waarom ik denk dat rechten bij mij past. En volgens mij heeft het misschien 1 week of 1,5 week geduurd voordat ze geantwoord hebben. En toen had ik te horen gekregen dat ik werd geaccepteerd. En ja, vandaar. Toen ben ik naar de open dag gegaan. Was heel interessant. Heb ik iedereen leren kennen. Heb ik ook een beetje een proef gekregen van hoe het in elkaar zit. En ja, dat was het. Oké, en toen kreeg je wanneer te horen dat je hier mocht beginnen? Ik denk dat was in de zomervakantie 2018. Dus het was in de zomervakantie. Ik had aan het begin, nadat ik AVI heb afgerond, heb ik me ingeschreven. Dus heb ik mijn brief gestuurd, heb ik me toen ingeschreven, toen ik geaccepteerd werd. En ja, dat was in de zomervakantie, dus ik denk juli, dus in de maand juli. En was het moeilijk om zo'n motivatiebrief te maken? Nee, het was niet moeilijk. Je moet gewoon jezelf zijn. Je moet aangeven waarom jij denkt dat het bij jou hoort. En dat denk ik dat de beste manier is om zo'n brief in elkaar te zetten. Het moet gewoon genuine zijn. Ja, ja. Oké, ja, dank jullie wel voor de Q&A. En dan, ja, deze presentatie komt langzamerhand ten einde. En dan wil ik nog even Ruud het woord geven op het applaus. Ja, oké, dat is kort maar krachtig. Even in een nutshell.
wat de studie van recht inhoudt en een mooie toevoeging van onze studenten, hoe zij de studie ervaren en hoe zij eraan zijn begonnen. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is en dat jullie een goed beeld hebben gekregen van de opleiding. Dus ik zou zeggen, binnenkort komen de Virtual Open Days eraan en ook komt er een echt bezoek eraan aan de Universiteit van Arubaix. Dan hoop ik heel veel Arubaanse scholieren en andere geïnteresseerden welkom te mogen heten aan de Universiteit van Arubaix. Dank je. Dank je wel. Bye.